Goedenavond. Een grote groep Belgen en mensen die een link hebben met ons land zijn vannacht tijdens een geheime operatie met bussen naar de luchthaven van Kabul in Afghanistan gebracht. Na een zwaar verkeersongeval waarbij twee kinderen omkwamen in Antwerpen pleit de Fietsersbond er nogmaals voor om conflictkruispunten aan te pakken. En Charlie Watts, de drummer van de Rolling Stones, is niet meer. Welkom. In het grootste geheim heeft ons land de afgelopen nacht zo'n 250 mensen vanuit de Afghaanse hoofdstad Kabul naar de luchthaven gebracht. Dat is onze redactie te weten gekomen dankzij getuigenissen van mensen die zo zijn weggevlucht. Tot nu toe moesten mensen zelf op de luchthaven zien te geraken. Maar de Belgische evacuatieoperatie heeft zich nu dus ook verplaatst buiten die luchthaven. Door zijn contacten met Belgen en Afghanen in Kabul kwam collega Masht Khalif erachter dat deze geheime evacuatie vanuit de stad zou gebeuren. Ze hebben mij meteen gebriefd dat er wordt opgepikt op dit moment vanuit de stad. Zij hebben wel die informatie op een extreem geheime manier ontvangen. Zelfs de betrokkenen zelfs eigenlijk wisten bijna niks over wat er gaande is. We zijn vertrokken van die afspraaklocatie die ze aan ons gegeven hadden. Dus we zijn vertrokken en wachten hier eigenlijk hier zonder bestemming. We weten niet wat wij moeten doen of we weten niet waar wij moeten gaan. Er is niemand verantwoordelijk, er is geen verantwoordelijke zodat wij meer informatie kunnen vragen. Dus we vragen aan de chauffeur die zegt ja, we weten ook niet, dus we wachten hier voor het volgende beslissing van boven. Inmiddels weten we dat er geen Belgische soldaten mee de stad zijn ingegaan. Al deze mensen zijn nu in veiligheid gebracht en heel erg opgelucht. Dank onze lieve Belgische ambassade van harte die dit voor ons kunnen regelen. Dit is eigenlijk inderdaad veel beter dan het chaos en dan al die drukte dat je daar tussen 4.000-5.000 mensen moet proberen door te geraken naar de luchthaven. Ook premier De Croo heeft gereageerd en hij bevestigt op subtiele wijze deze nieuwe fase in de evacuatiemissie. Wij concentreren ons op activiteiten op de luchthaven. Er zijn zeer weinig landen die zelf actief militair extracties gaan doen. Maar we gebruiken heel veel methoden om mensen te helpen om zo goed mogelijk op de luchthaven te geraken. En ook vanmorgen is een vlucht met geëvacueerden uit Afghanistan aangekomen op de militaire luchthaven van Melsbroek. En dat dus voor de tweede dag op rij. Rond 7:30 vanmorgen landde het toestel met ruim 258 passagiers aan boord. De vlucht was vannacht om iets voor middernacht vertrokken uit Islamabad in Pakistan. Aan boord voornamelijk Belgen. Het is intussen de derde evacuatievlucht die aankomt op Melsbroek. En na de landing zijn alle passagiers meteen naar de kazerne van Peuty bij Vilvoorde gebracht voor een veiligheidscontrole en een coronatest. Het vliegtuig vertrekt vandaag dan opnieuw naar Islamabad met militair materiaal aan boord en 145 extra militairen, zoals gisteren ook was aangekondigd door minister van Defensie, De Donder. En op de vlucht die vanmorgen aankwam zaten ook de vrouw en de kinderen van Mehdi Ahmed, een man van Afghaanse origine uit Roeselare. De vrouw was met haar kinderen op familiebezoek in Kabul en zou volgende week normaal gezien pas terugkomen. Maar de snelle opmars van de Taliban heeft de plannen overhoop gegooid. Van Kabul naar Islamabad en dan naar Melsbroek. Bijna 2 dagen is Sukaina met de kinderen onderweg. Zij heeft een Afghaans paspoort, maar slaagde erin om duidelijk te maken dat ze in België woont. Omdat Sukaina bijna geen Nederlands spreekt, beantwoordde Mustafa, die 8 is, de antwoorden van de Belgische militairen. Hij vraagt, wat is jouw naam eerst? En dan hij zei, waar moet, in welk land moet je gaan? En ik zei, België. En dan heb hij niks gevraagd.
De opluchting is groot dat de familie weer veilig thuis is. Maar als Hazara-minderheid terug naar Afghanistan gaan, dat is onder de Taliban niet mogelijk, zegt Mahdi. Jullie zijn niet echt een moslim. We willen jullie niet hier blijven. Jullie moeten weg van Afghanistan. Met kleine dingen maken een groot probleem. In Antwerpen zijn vanmorgen twee meisjes om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Het gaat om twee jonge zussen. Ze werden aangereden door een vrachtwagen terwijl ze de straat overstaken. Rond 9:15 wilden twee zussen de straat oversteken. Dat gaat dan over de Lange Leemstraat. Op het moment dat ze groen hadden aan een oversteekplaats, zijn ze ook samen overgestoken met de step aan de hand eigenlijk. De bus of de vrachtwagenchauffeur liever kwam uit de Sint-Vincentiusstraat, wilde links afslaan. En dat is natuurlijk de vraag waarom hij de twee slachtoffers niet heeft opgemerkt of te laat heeft opgemerkt. De twee meisjes overleven de klap niet. Het gaat om twee zussen van 9 en 1,5 jaar oud. De bestuurder van de vrachtwagen wordt in shock naar het ziekenhuis gebracht en kon daar nog altijd niet ondervraagd worden. Het ongeval gebeurde toen de verkeerslichten voor iedereen op groen stonden. Dat is het eerste vaststelling van het deskundig onderzoek, is dat er inderdaad een fase was waarbij dat ze alle twee op dat moment groen hadden. Wat niet betekent dat we geen voorrang moeten geven natuurlijk aan die oversteekplaats. Het ongeval deed zich voor in de Joodse buurt. Ook de slachtoffers zijn Joods. De verslagenheid in de buurt is groot. Ja, het ongeval gebeurde aan een zogenoemd conflictkruispunt. De Fietsersbond pleit er al langer voor om zulke kruispunten zo snel mogelijk aan te pakken. Dat de zwakkere weggebruikers en auto's en vrachtwagens die vanuit dezelfde richting komen tegelijk groen licht krijgen, is vragen om ongelukken, aldus de Fietsersbond. Vanuit de Fietsersbond vragen we al heel lang dat men daar werk van zou maken en dat men die conflicten er eigenlijk gewoon eruit haalt. Dat je dus gewoon ervoor zorgt dat het duidelijk is, groen voor een fiets is veilig rechtdoorgaan, groen voor een voetganger is veilig oversteken en je hoeft met al de rest geen rekening te houden. Maar we zien dat dat een probleem is en dat dat niet altijd effectief uitgevoerd wordt op de straat. Over een week zullen de schoolpoorten weer openen. Veel scholen zijn nu nog volop op zoek naar leerkrachten. Lerarentekort is dit jaar nog groter dan anders bij het begin van het schooljaar. De nieuwe topman van het gemeenschapsonderwijs, Koen Pelleriot, stelt daarom voor om ook andere profielen aan te trekken in het onderwijs, zoals bijvoorbeeld psychologen en regisseurs. Vandaag moeten leerkrachten alles doen, van het ontwikkelen van materiaal tot het maken van examens, het lesgeven enzovoort. En een stukje specialisatie waarbij dat de ene medewerker van onderwijs het ene doet en de andere medewerker misschien meer lesgeeft, zou eigenlijk ertoe leiden dat we ook andere profielen kunnen aanwerven. Bijvoorbeeld het ontwikkelen van didactisch materiaal zou ook kunnen gebeuren door mensen die bijvoorbeeld regie gestudeerd hebben. Chemisch bedrijf 3M geeft toe dat het de mogelijk schadelijke chemische stof FBSA illegaal in het Scheldewater stort. Eerder raakte het bedrijf ook al in opspraak omdat de gronden rond de fabriek en het tracé van de Oosterweelverbinding vervuild zijn met het schadelijke PFOS. Nog nieuws op 1 september, want dan verandert het goederenrecht na 200 jaar. Er komen nieuwe regels voor wie tuinen of privégronden van anderen wil betreden. Dat wordt makkelijker als je de bal in de tuin bij de buren trapt bijvoorbeeld of als je huisdier weggelopen is. De hervorming van het goederenrecht moet de onduidelijkheid in de huidige regels wegwerken. Die speelt in de tuin met de bal en dan kan het gebeuren natuurlijk dat die bal over de muur gaat en in de tuin van de buren belandt. Wat je dan kan doen, dat verandert vanaf 1 september. Ik heb per ongeluk mijn bal over de muur geschopt. Geen probleem, jongen. Je mag het gaan halen. Dat betekent dat u eerst aan de buurman moet gaan vragen of hij die wil teruggeven. Als hij die weigert, ja, dan gaat u best naar de politie. En de politie zal uitleggen aan uw buurman dat hij niet mag weigeren, dat u het recht heeft om uw eigendom of die bal te recupereren en dus dat die bal onmiddellijk moet teruggegeven worden. Het is geen kwestie van ondertussen even bij de buren binnen te kijken. Het is ook geen kwestie van andere dingen te gaan recupereren bij de buurman, anders heet dat diefstal. Hè. Wanneer de buren niet thuis zijn, mag het ook, als het dringend is tenminste, bij een weggelopen huisdier bijvoorbeeld. Wie verbouwt mag voortaan ook een stelling zetten bij de buren, maar ook hier kan dat niet zomaar. Dus als men daar dat uitoefent op een manier dat er schade veroorzaakt wordt of dat er een disproportionele uitoefening van gebeurt, dan kan de buurman naar de vrederechter gaan en dan kan hij sancties daarvoor vragen. Dan is er namelijk sprake van rechtsmisbruik.
En dan droevig nieuws uit de voetbalwereld, want Wilfried van Moer is overleden aan een hersenbloeding. Hij werd 76. Van Moer is een van onze beste voetballers ooit. 3 keer won hij de gouden schoen, 3 keer werd hij landskampioen en 3 keer op een rij was dat met Standaar in 1969, 70 en 71. En niet alleen bij Standaar is hij een icoon, ook bij de Rode Duivels. 3 gouden schoenen wint de bescheiden Wilfried van Moer. 1 minder dan recordhouder Paul van Himst. Ik had hem praktisch niet verwacht. Zo gezegd, dus als ik op de 2e plaats gekomen was, ik op de 3e plaats gekomen, was ik ook tevreden. Hij schittert onder meer als Rode Duivel op het WK van 1970 in Mexico. Van Moer probeert het van ver en een doelpunt. Na een lange afwezigheid, onder meer door blessures, keert de energieke middenvelder in 1979 terug als Rode Duivel. Ik heb Wilfried er geroepen omdat het werkelijk volgens mij klaarblijkend is dat wij gebrek hebben aan een spelmaker, een grote klasman. De kleine generaal loodst België naar de finale van het EK van 1980. Een unieke prestatie in ons voetbal. Na zijn carrière wordt hij midden jaren 90 even assistent bondscoach onder Paul van Himst en later ook even zelf bondscoach. Daarna leert hij een beetje het zwarte gat kennen als hij een taverne opent in Hasselt. Waarom? Omdat je iets bepaald mist. En bij mij was dat die voetbal. Gewoon het gedacht, ja, ik kan dat niet meer, dat is voorbij. Dat heeft me ergens toch laten afzien. Wilfried van Moer blijft een graag geziene gast in de tribunes bij Standaar en op televisie. Van Moer is 76 geworden. Ja, Wilfried van Moer is een legende. En we vroegen enkele kenners hoeveel invloed hij heeft gehad op het Belgische voetbal. Om te beginnen met Jean-Marie Faf. Het is echt een droevige dag en een droevige week die komt. Wilfried is een pracht van een mens, heel zacht, maar wel iemand die u steunt op alle gebieden. Hij is 3 keer gouden schoen geweest, dat zijn er niet veel die dat kunnen zeggen. Paul van Imst, Jan Keulemans en ja, een aantal die misschien nu naar het buitenland vertrokken zijn, hadden dat ook kunnen halen. Maar hij is absoluut top, ja, als je moet zeggen van die generatie en zelfs nadien. Absoluut top 3 van wat wij ooit hebben gekend. 16 dagen na het einde van de Olympische Spelen zijn in Tokio de Paralympische Spelen van start gegaan. Voor de 16e keer al. En zoals dat altijd gaat, was er eerst de plechtige openingsceremonie. Show, licht, veel kleur en positieve energie, dat is de openingsceremonie van de Paralympische Spelen. 4.400 atleten uit 168 landen nemen deel. Ons land vaardigt 32 atleten af. Belgium! Belgie! Voilà. Spannend. Oh, mooi. Amazone Michel Georges en goalballer Bruno van Hoven dragen trots de Belgische vlag. Allebei nemen ze al voor de 3e keer deel. Dit is het moment waar al deze atleten 5 jaar lang naartoe hebben geleefd. Paralympians, you gave your all to be here. Blood, sweat and tears. Now is your moment to show to the world your skill, your strength, your determination. En dan gaat het Paralympisch vuur branden. De strijd om de medailles barst nu in alle hevigheid los. Some people speculate on the fact that this might be the last tour of the Rolling Stones, the last chance to see you live on stage, all the 4 of you. Yeah, it could be. I said that 20 years ago. I say at the end of every tour. Charlie Watts, de legendarische drummer van de Rolling Stones. In 2007 gaf hij nog een interview aan onze redactie. Maar nu is hij echt voor altijd gestopt met optreden, want Watts overleed vanochtend in een Londens ziekenhuis. Hij werd 80. Sinds 1963 speelde hij al bij de Stones, al maakte hij af en toe ook zijstappen in de jazz. Charlie Watts in de jaren 60, in zijn typische jazzy stijl. Watts was altijd de stille kracht van de Rolling Stones. Naast de andere veel meer extravagante groepsleden. In 2007, tijdens hun passage in Werchter op hun Bigger Bang tournee, lichtte hij zijn rol in de band nog eens toe. Well, I'm not really a frontman, as there are drummers that are frontmen. Mine is an anchor. That's what I, you know,
Most of the drummers I like that play that role. Bijna 60 jaar speelde Watts bij de Stones. Maar naast de band had hij nog één grote passie, de jazzmuziek. Een welkome afleiding, weg van de drukte van de grote podia. What are you going to do after this tour? Nothing. I don't think. Unless it goes on a bit, then I will do as I said, I'll get a jazz thing together. I'll play, you know, play in some clubs or something. I prefer the pace of that to this sort of thing. Op de vraag of hij ooit zou stoppen te toeren met de Stones, kwam er dan ook altijd een nuchter antwoord. I got no idea. I don't mind if it is, you know. I've had a nice life doing this. Ja, en vanuit de muziekwereld wordt met droefheid gereageerd op het overlijden van Charlie Watts. Ook drummer Mario Goossens van Triggerfinger rekent Watts tot een van de beste drummers uit de geschiedenis. Goossens speelde met Triggerfinger twee keer het voorprogramma van de Stones. Hij heeft me geleerd hoe een liedje te dienen als drummer. Dat wil ik mee zeggen, is je kan de meest technische drummer zijn ter wereld en alle trucs bovenhalen. Maar er is maar één ding om de mensen aan het dansen te krijgen, is om die beat te geven en een song te dienen. En ja, dat heb ik wel een beetje van hem geleerd. Hij had ook een heel specifieke feel, dus een groove heet dat dan in de drummerswereld, die bijna niet na te bootsen was. En dan heb ik het weer. We hebben vandaag een mooie dag gekregen met veel zon en enkele stapelwolken. Vannacht klaart het op. Tegen het einde van de nacht kan er plaatselijk een mistbank zijn of ook lage bewolking ontstaan. Minima dan tussen 7 en 16 graden. Morgen krijgen we opnieuw veel zon, enkele stapelwolken ook en het blijft overal droog. Maxima die klimmen tot 21 graden. En daarmee zit dit journaal erop. Bedankt voor het kijken. Ik wens u nog een mooie avond en graag tot later. Met de VRT Nieuws-app heb je altijd betrouwbaar nieuws op zak. Download nu gratis onze app.